Hij krijgt dus de eerste close-up van vanavond. Steve Koreman al goed voor goals in elke competitiematch. Aalst begint tegen Brugge met Johan Grommen in de ploeg. Sammy van den Bossen blijkt niet klaar voor de strijd. De man in supervorm bij Club Brugge is Gert Verheijen. Hij scoorde al 4 keer in de competitie. Jurgen de Brul hoeft zich nog geen zorgen te maken over zijn plaats in het elftal. De knie van Ilić is immers nog niet voldoende hersteld. Borkelmans. Half gemist door Arts, de bal bij Jan Kauskas. Arts gaat er fysiek stevig tegenaan. Maar dat kan Jan Kauskas wel hebben. Met een handigheidje draait hij zich weg. Daar komt Verheijen. Komt er tegen Daalmans aan. En het wordt de eerste corner voor Club Brugge. Kopbal van Gert Verheijen in de 3e minuut van de match. Daalmans. Goed de ruimte opgezocht door Chris Timmerman. De voorzet van Daalmans komt te ver. Van der Heijden houdt de bal nog binnen. Passeert Erik de Vlaanderen. En het schot van Grommen tegen de arm van Thibaut aan. Een prik aan elke kant hebben we gehad. Johan Grommen. Vrij trap voor Club Brugge. Met een van de specialisten van de ploeg. Specialisten van de stilliggende bal. Gaëtan Gleber. Martens kopbal. Rechtop van Steenbergen. Interessante wedstrijdopening. Met kantjes aan de 2 kanten. Het hoofd van de Brul. Verder gestuurd die bal door de Vlaanderen. Uiteindelijk via Anglebert Verheijen. Opnieuw Erik de Vlaanderen. Mooi buitenom bij Van der Heijden. Mukanya wist niet goed wat kiezen. Naar de bal of naar Verheijen. Uiteindelijk de kopbal van Edgaras Jan Kauskas. Lembi. Een voetballer met een onwaarschijnlijk atletisch vermogen. Kijk maar eens, springveer. Anglebert nog naar die bal. Klaas speelt terug op Van Steenbergen. Anglebert gaat door. En die bal rolt voor het doel door. Wat kan Anglebert daarmee doen? Op zijn minste bal bijhoudt. Het wordt een penalty. Fout van Josh Arts. Die heeft Anglebert helemaal zelf afgedwongen. Had kunnen kiezen voor een hakballetje, maar... Versnelde. Arts stak zijn been uit. Anglebert ging daarover. In de 18e minuut gebeurt het. Hier komt Arts. En hij heeft het been van Anglebert, niet de bal. Scheidsrechter is Frank de Blekere. Achter de bal Sven Vermand. En Van Steenbergen pakt hem. Vermand kopt hem binnen. En dan wordt het toch 0-1 voor Club Brugge. Hij moest het in 2 keer doen, Sven Vermand. Die penalty leek iets te zacht ingeschoten. Goed gepakt door Van Steenbergen, maar ongelukkig voor hem ging die bal de hoogte in. En dan was Vermand uitstekend gevolgd. Club Brugge 0-1 voor. Goal van Vermand. Daalmans. Klaas ondertussen. En nu naar buiten bij Van der Heijden. Maar die legt de bal terug. Klaas speelt hem in. Vrij scherp. Goeie kopbal. Goeie save ook van de Wallen. Nu de kans voor Koreman. De kopbal was van Grommen. Op het schot van Koreman reageerde Jurgen de Brul. En daar komt Brugge voor het eerst heel goed weg. Aalst was nog niet dichter bij een doelpunt. Klaas gooit de bal voor doel. Kopbal Grommen. Save van de Wallen. En dan het schot van Koreman die de bal van Thibaut krijgt. Op de lijn of net voor de lijn stond Jurgen de Brul. Daalmans, Borkelmans, Gert Verheijen. Draait die bal naar Jan Kauskas. Die is helemaal alleen. Martens vanuit de tweede lijn mogelijk. Via Mukanya van Steenbergen. Ruststand 0-1 voor Club. Arts. Steve Koreman. Houdt hij zijn gemiddelde aan. Dat betekent scoren in elke wedstrijd. Deze bal ging via de latte tribune in. Steve Koreman. Met een flits van zijn linker. De tweede helft is al meteen op snee. We spelen iets meer dan 5 minuten. Tempo ligt een stuk hoger dan aan het einde van de eerste helft. Vrije kopbal. Kans voor Jan Kauskas. Na de vrije trap genomen door Anglebert.
ongelooflijke dekkingsfout. Jan Kauskals kan er niet van profiteren. Martens, de Brul kon daar niet aan. De bal was ook niet bedoeld voor hem. Via Temmerman is dit Daalmans. Nu Steve Koreman. Barry Hulshoff heeft hier wel degelijk op een andere manier klaargemaakt tijdens de rust dan voor de wedstrijd. Weer Steve Koreman met zijn linker. 11e minuut, kort genomen corner. Met Anglebert en nu de Vlaanderen voor de voorzet. Anglebert speelt hem opnieuw voor Doel. De Brul met een schietkans. Geweldige pegel van Tjörven de Brul. Op de vuisten van Jan van Steenbergen. 11e minuut na de rust. De keeper van Aalst moest stevig uit de hoek komen. Op het schot van Tjörven de Brul. Krijgt Verheijen. Bewaakt door Jean-Claude Moukagna. Jan Kauskas. En de bal via Arts over het doel. De wedstrijd zit een beetje op de wip. Het kan naar elke kant overhellen, maar voorlopig Brugge 0-1 voor. Jan Kauskas. Vermand. Hier werd Garas Jan Kauskas. Maakt snelheid. Daar is Gert Verheijen met alleen Moukagna nog voor hem. Goed gespeeld Verheijen, maar van Steenbergen voor Jan Kauskas. Pakt de ballen niet lekker vast. Misschien kan de Vlaanderen daar nog van profiteren. Nee, die maakt een overtreding. Erik de Vlaanderen. Harry Hulshoff mag niet uit zijn hok komen van Javot. Dat is niet te ver, dat is niet te lang. En hoe lang moet ik blijven zitten? Wissel bij Brugge. Edgaras Jan Kauskas wordt naar de kant gehaald. Jochen Janssen mag nog 6 minuten meedoen. De Vlaanderen naar Anglebert. In een wedstrijd die ondertussen heel slordig geworden is. Veel slechte passes. Geen kansen, weinig diepgang. De bal wordt soms lukraak gewoon heen en weer geknikkerd. Fout van de Vlaanderen. Thibaut neemt de vrije trap snel. Temmerman naar Daalmans. Davy Koreman rechts. Gaat die actie zelf maken en schiet de bal binnen het bereik van Philippe van der Wallen. Jochen Janssen. Verheijen komt nog eens druk zetten. Misschien wordt het nog 0-2 in de slotminuut. Verheijen, Janssen, bal binnen. Zo krijgt het nog een beetje kleur hier, want het was een heel flauwe wedstrijd. Een heel flauwe tweede helft. Zeker de minste wedstrijd van Club Brugge tot nog toe in de competitie. Maar met een penalty goal van Vermand. Assist hier van Verheijen voor Jochen Janssen. Zo wordt het 0-2. En zo blijft Club Brugge